De komende weken kunnen we live meekijken in het nest van een paartje grauwe kiekendieven. Van deze zeldzame roofvogels broeden er zo'n 25 paar in Oost-Groningen. De werkgroep Grauwe Kiekendief heeft bij één van die nesten een webcam geplaatst. En via de website van RTV Noord kunnen we allemaal zien wat er in dat nest gebeurt. Bij ons in de studio Ben Cox van de werkgroep Grauwe Kiekendief. Welkom. En tevens Reinder Smit, collega van RTV Noord. Ben, om even bij jou te beginnen. Waarom moest er een camera geplaatst worden bij dit paardje? Het is op de eerste plaats ongelooflijk interessant wat er gebeurt. Dat weten we niet, wat daar in zo'n nest gebeurt. Moord en doodslag, wat ze aan voedsel binnenslepen, hoe gaan ze om een slecht weer. Maar ook, dat is heel belangrijk, we willen toch de streek laten zien hoe mooi die vogels zijn. Ja, en dan is er gekozen voor die grauwe kiekendief. Waarom die vogel? Ja, het is toch wel een van de meest opvallende vogelsoorten van deze provincie. Zo ja. Niet de meest opvallende op dit moment. Want? Het grootste deel van de populatie in Nederland zit er. Het is een van de weinige voorbeelden van succesvol natuurbeheer in een agrarisch gebied. Maar hij is vooral buitensporig mooi. Dus het is niet alleen maar gewoon een vogel, maar hij is ook nog heel mooi. En misschien moet ik een anekdote vertellen. In Afrika, waar ik vaak geweest ben, daar noemen ze hem geen grauw kiekendief. Dat is namelijk een stomzinnige Nederlandse naam, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar dan noemen ze hem de vogel die vliegt zoals onze vrouwen dansen. Of hij vliegt niet, maar hij danst in de lucht. En dat is precies het verschil tussen een meerkoet of een fazant. Noem maar even een voorbeeld. Het is een vogel om verliefd te worden. Dat begrijp ik nu het wel. Het is mij in ieder geval overkomen. Kijk aan. Geleden. Ja. En het kan ons allemaal gaan overkomen, want we kunnen gaan kijken, Reinder. Ja. Jullie zijn afgelopen week bezig geweest om daar de boel te gaan installeren. Klopt. Hoe ging er in zijn werk? Nou, dan hebben we het kort gefilmd, dus daar kunnen we misschien beter eerst even naar kijken hoe dat in zijn werk gaat, het plaatsen van zo'n webcam. Perfect, ja. Gaan we dan kijken. Ja. Het vrouwtje van de grauwe kiekendief zit de hele dag op haar nest, dus als we de webcam komen plaatsen, gaat ze er pas op het allerlaatste moment vandoor. En dan zien we ook voor het eerst haar vier jongen. Om de vogels zo min mogelijk te verstoren is dan een kwestie van hard doorwerken en zo snel mogelijk de camera plaatsen. En als de camera staat, wegwezen, snel naar de auto en hopen dat het vrouwtje weer terugkomt. En dat lukt. Straks op iPhone kijken of die live is. Ja, hij is hier. Ja, zin? Zet even terug en dan zit hij al in die vogel. Heerlijk. Zit nul terug? Ja, nul terug. Hij is zichzelf aan het filmen. Ja. We kunnen beelden zien zometeen. Dat is goed. Geweldig, hè? Als we dit zo bekijken, Reinder, dan heb ik het idee dat het vrij makkelijk ging. Klopt dat? Nou, dat plaatsen op den duur wel, dat was niet het grootste probleem, maar alle voorbereidingen daarvoor. Het is heel goed over nagedacht, want je mag niet te lang bij zo'n nest zijn. Dus die camera en die hele installatie moet eerst draaien en dat draaien en toen werd die webcam bij dat nest gezet. Ja. Maar het is gewoon ontzettend lastig. Je hebt wel meer webcams in Nederland. De meeste die zijn trouwens ook al klaar, want de meeste vogels zijn al uitgebroed. Deze vogels zijn laat. En daar zie je gewoon, die hangen gewoon aan de muur in de boerderij. Dit nest, dat zit echt in the middle of nowhere in een graanveld. Op de grond. Op de grond en de dichtstbijzijnde boerderij is 3,5 kilometer. Dus je moet verbinding maken van dat nest naar die boerderij om dat signaal waar we nu naar zitten te kijken om dat binnen te krijgen. Dat is een enorm heidens karwei geweest om dit echt voor elkaar te krijgen. Dat we dit kunnen zien is echt heel bijzonder. Heel stuk kabel dus. Het mooie, de reactie van jou, Ben, ik kon het zojuist zien. Jij was heel blij dat die vogel meteen weer terugging naar het nest, hè? Ja, hetzelfde geld heb je een wat hitte met titterige dame. Die ja, een, moeilijk doet, een hitte met titterige ja, gewoon, vogel, gewoon ja. Nerveus en denkt wat er gebeurt hier nou. Zij vloog een rondje, schreeuwde één keer jongens, het is oké en ging meteen zitten. Dat duurde een paar seconden. En dan weet je, dit is een hele mooie vogel. Dit is een vogel met mediatraining. Ze is vast hier geweest. Daar lijkt het op. Waar kunnen de mensen bekijken, Reinder? Makkelijkst gewoon op de website van RTV Noord. Daar is een banner, daar klik je op. Van de grauwe kiekendief, dan kom je er. Maar er komen nog wel meer kanalen. En, liefhebbers vinden het sowieso wel. Hartstikke goed, mooi. We gaan er zeker naar kijken. Dankjewel, Ben Cox en Reinder Smit. Graag gedaan.